Het bloemencorso in Lichtenvoorde wordt vandaag geteisterd door de hitte. En dus zijn er allemaal maatregelen genomen om het corso zo goed mogelijk te laten verlopen. Na 15 jaar komt er vandaag een einde aan de imposante carrière van wielrenster Annemiek van Vleuten. Mensen vragen ook wat voor plan ik morgen heb. Ik heb morgen helemaal geen plan. Dat hoeft ook niet meer. En Puttenaren herdenken in het Duitse Ladelund op een bijzondere manier. Versöhnung kann man auch feiern. Und es ist so wunderbar, was zwischen Pütten und Ladelund entstanden ist. Goedenavond. Maandenlang is er door honderden vrijwilligers geplant, geplukt en geplakt. En vandaag was het eindelijk zover. Het bloemencorso in Lichtenvoorde. Zo'n 20 dahlia-reuzen en tientallen kleine wagens trokken door de met publiek gevulde straten. En zo zag dat eruit. Ja, het begon allemaal wat later, omdat een wagen, dit reptiel op de achtergrond, een technisch mankement had. Daarbij zijn 4 mensen licht gewond geraakt. Verder speelde ook de hitte een grote rol deze editie. Daarom heeft de organisatie de nodige aanpassingen langs de route aangebracht. En moesten sommige corsoverenigingen hun plannen wijzigen. Oh, je voelt dat branden op je rug, jongen. Oh. Met 30 graden in een plastic pak en een gasmasker in de brandende zon lopen is geen goed idee. Dat bedachten ze bij corsovereniging De Lummels ook. En dus volgde een drastisch besluit. Wij zijn heel blij dat we echt hebben besloten dat we geen figuratie ervoor laten doen. Want je zag het, wat voor een pak ik aan had. We hebben onze wagenbouwers hebben wij lief. Daarom hebben wij besloten om gewoon niet door te laten gaan. Het is gewoon niet te doen. We zijn hartstikke blij dat we supermooi weer hebben. Oh, absoluut. Maar met deze temperaturen in zo'n pak is het gewoon afzien. Zelden of nooit was het zo'n bloedheet bloemencorso in Lichtenvoorde. Ja, het corso loopt sinds 1929, dus daar durf ik geen eten op te doen. Maar het is wel inderdaad lekker warm. Allereerst zijn we natuurlijk blij dat het mooi weer is. Want dat wil je voor een corso, dat het met mooi weer bekeken kan worden. Maar het is ook erg warm. Daar hebben we op geanticipeerd, op heel veel verschillende manieren. Wij hebben op meer plekken schaduw aangebracht. Dus bij de tribunes hebben we bijvoorbeeld schaduwdoeken opgehangen. En we hebben langs de route gratis watertappunten. En als er dan toch iemand onwel mocht worden door de genadeloze zon, dan zijn er voldoende EHBO's in de buurt. Op alle strategische plekken langs de route is de EHBO heel dichtbij, mocht er zich iets voordoen. En zo is het niet alleen verzengend heet, maar ook als vanouds prachtig. Het komt sowieso goed, maar dat is ook het kenmerk van de Achterhoek, het komt altijd goed. Ja, wilt u alle wagens van het bloemencorso nog eens rustig bekijken? De hele uitzending is terug te zien in de Omroep Gelderland app of op onze site gld.nl. Dan, ze won Olympisch goud, werd 4 keer wereldkampioen en schreef alle grote rondes op haar naam. Zoals de Tour de France, de Giro en de Vuelta. Annemiek van Vleuten uit Wageningen gaat de boeken in als een wielericoon. En zo zagen we haar heel vaak, juichend als eerste over de streep van een grote etappe of een wielerklassieker. Knokker Annemiek van Vleuten. De laatbloeister zelf. Kijk toch eens, Van Vleuten! Van Vleuten wint hier op de streep! Hoe is dit iedereen mogelijk? Wie is je moeder? Ja, maar vandaag komt er in Arnhem bij de Ladies Tour een einde aan haar imposante carrière. Net voor haar 41ste stopt een van de grootste sportvrouwen uit de Gelderse geschiedenis met wielrennen. Helemaal naar België, zeg. Ja, helemaal uit België. Zoals altijd, hè. Ja. Volgen al een aantal jaren nog een week. Dus ja, nu de laatste keer, hè. Ja, je zult het moeten missen. Ja, ik zal het heel hard missen. Ja, het wordt wel een emotionele dag vandaag. Dus dat is de laatste keer dat we naar Annemiek kunnen gaan kijken in de koers. Het zal niet de laatste keer koers kijken zijn, maar we de laatste keer Annemiek kijken. Bent u grote fan? Ja, ja, zeker. De hele carrière wel gevolgd. Annemiek, Omroep Gelderland. Applaus! Ja, hartstikke leuk. Ja, zo gaat het al de hele week. Ik moet zeggen, het is heel intens. Ik denk dat ik wel een beetje helemaal leeg ben na deze week. Maar het is zo mooi om te horen dat al die mensen me allemaal komen bedanken. En iedereen die uit alle hoeken van Nederland naar alle etappes is gekomen. Dus het spandoek komt na vandaag dan als inspiratie te hangen in mijn indoor fietskamer. Met wat voor gevoel sta je hier nou? Ja, het is je laatste. Ja, niet anders. Echt heel erg dan anders. Soms word ik even overvallen door emoties. Maar op dit moment sta ik hier gewoon als nog een lekker dagje koersen in de zon en in mijn thuis trainingsgebied.
Ik heb haar leren kennen in 2015 in de Lotte Buizum Tour, waar we een paar keer moeten begeleiden voor de dopingcontrole. Heel veel sympathie voor haar, omdat ze altijd terugkomt van wat ze allemaal al meegemaakt heeft, van vallen en pech en zo. En altijd komt ze weer terug en die blijft altijd positief ingesteld. 3, 2, 1, start! Ik ga het lekker op mijn aflet komen. Mensen vragen ook wat voor plan ik morgen heb. Ik heb morgen helemaal geen plan en dat hoeft ook niet meer. Dus ik leef gewoon een beetje bij de dag. Straks, honderden mensen doken vandaag het water in voor het goede doel. En Nijmegenaren deden dat in Valburg. Ja, je ziet het aan de skyline dat je niet de prachtige Nijmeegse Waalkade ziet. Ja, waarom ze moesten uitwijken, dat ziet u zo. De politie heeft met de marechaussee afgelopen nacht een einde gemaakt aan een illegaal feest in Schaarsbergen. Het feest werd gehouden op het defensieterrein Arnhemse Heide. De politie kreeg in de nacht meldingen van harde muziek. Er zouden tientallen mensen aan het reven zijn. Na een gesprek met de politie werd het feest beëindigd en verlieten de bezoekers zonder gedoe het terrein. De explosieve opruimingsdienst heeft vanmiddag een explosief onschadelijk gemaakt in Nijmegen. De politie zou het explosief hebben aangetroffen in een schuur van een woning tijdens een lopend onderzoek. Na de vondst werd de 41ste straat in de wijk De Gildekamp afgesloten. Na het werk van de ERD werd de straat weer geopend. En de petitie om de nieuwbouw van Dierentehuis Arnhem te realiseren is inmiddels meer dan 5000 keer ondertekend. Het asiel is niet langer veilig voor mens en dier, onder meer door lekkages en slechte isolatie. Het Dierentehuis luidde vorig jaar al de noodklok en stuurde onlangs een brandbrief naar de gemeente. Als er niets gebeurt, verdwijnt de opvangplek voor dieren per 1 oktober. Putten is op een tragische manier verbonden aan het Duitse dorp Ladelund. 110 slachtoffers van de Puttense razzia kwamen in de Tweede Wereldoorlog in een kamp in Ladelund bij dwangarbeid om het leven. Om dit te blijven herdenken hebben beide dorpen dit jaar samen een klankfestival georganiseerd. It's just 14 years since the day he was born. De eerste keer en niet alleen natuurlijk met onze band uit Putten, maar met andere muzikanten, ook lokale muzikanten, personenkoor. En die combinatie, die mix, die is zo geslaagd, dat blijkt zo goed samen te kunnen. Dus ja, ik kan niet anders dan tevreden zijn. Het klankfestival vond plaats in en rond de tuin der ontmoeting, waar ook de 110 overleden Puttenaren in een massagraf zijn begraven. De tuin is er niet alleen om te treuren, maar juist ook om Putten en Ladelund te verbinden. En dat kan met zo'n vrolijk muziekfestival. Die vraag kwam ook immer wieder: kan man een festival maken aan solch einem Ort, der eigenlijk zo met schrecken en grauen behaftet is? Maar Versöhnung kan man ook feiern. En het is zo wunderbar, wat tussen Putten en Ladelund entstanden is. Muziek erreicht jeden en dat is ook Begegnung. Also es ist fröhliche Begegnung sozusagen und deswegen haben wir gesagt, das probieren wir jetzt einfach. Op het festival was het erg gezellig, maar de gebeurtenissen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Ladelund plaatsvonden, zijn niet vergeten. Dat voel je hier constant, niet als een juk of iets dergelijks of een last, helemaal niet. Je moet het verleden ook omarmen om er wat van te kunnen leren. In het hele land werd er vandaag gezwommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker met het evenement Swim to Fight Cancer. Opvallend was dat Nijmeegse zwemmers bij Valburg het water ingingen. In de brandende zon verschenen vandaag bijna 300 deelnemers aan de start. Alleen dit jaar geen Nijmeegse skyline op de achtergrond, want op het laatste moment moest nog een nieuwe locatie gezocht worden. De waterpeilers die meten van wat zit er in het water. Dinsdag, woensdag wisten dat er 5 keer zoveel hoeveelheid blauwalg in het water zat dat gezond is voor een mens. Ja, dan wordt het snel schakelen en konden we heel mooi hier terecht. En dus moest de Nijmeegse burgemeester Bruls toestemming vragen aan zijn collega uit Valburg om alsnog het startschot te mogen geven. Een ziekte die je nog steeds als volksziekte nummer 1 in dit land kunt noemen. Zo'n 40 teams zijn al weken druk geweest om zoveel mogelijk geld in te zamelen. 1800. Joke, Jolanda en Mike doen als 3 generaties vandaag samen mee. Dit is de dag dat ik vorig jaar bij een crematie was van mijn schoonzus. Zijn papa was mijn schoonzoon.
was net 42. Mijn moeder, mijn schoonmoeder, de man van mijn tweelingzus en dan ik zelf drie keer kanker gehad. Ja, en dus de rotziekte moet de wereld uit. Het roert me nou heel erg. Ik hoor al die verhalen. En, ja, heel goed. Je weet wat het is. Ja, de Nijmeegse deelnemers hebben uiteindelijk meer dan 176.000 euro opgehaald. En dat is een record. Dan zijn we toe aan het weerbericht. Een sprookjesachtige opkomst luidde vanochtend een nieuwe tropische dag in. En ook vanavond blijft het nog lang zomers warm. In de nacht is het benauwd met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen is er weer veel zon en wordt het 28 tot 31 graden. In de avond en nacht neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dinsdag trekken buien over de regio. Voor de buien uit kan het nog wel 23 tot 25 graden worden. Vanaf woensdag is het met zo'n 21 graden veel minder warm. Het blijft wel overal zo goed als droog en als de zon schijnt is het heel aangenaam. Tot zover het Gelders nieuws. Kijk voor meer verhalen en updates op onze website gld.nl of in de Omroep Gelderland app. Ik wens u een fijne avond.